Dan hebben we nu de volgende prijs voor de non-fictie. Er zijn een aantal filmmakers en films die elke keer terugkwamen in ons beraad. En uiteindelijk hebben we er toch voor eentje gekozen die toch een enorme indruk op ons achter heeft gelaten. Als documentairemaker kom ik vaak in landen waar het niet zo goed gaat, waar oorlog was. Ik dacht altijd, dat doet me niks. Uiteindelijk ben ik een cursus bij het leger gevolgd voor journalisten in oorlogstijd. En toen dacht ik, nou, misschien heb ik toch wel een tikje meegekregen. En deze film gaat over iemand in Amsterdam die ook een tikje mee heeft gekregen. Over de veteraan. Sassy Smit is de maakster. En de veteraan zou ik ook graag naar voren willen hebben. Dank u wel. Dank jullie wel voor jullie film. Dank u wel. Nou, van harte gefeliciteerd met deze mooie prijs voor een geweldige film. Het staat ook in het laatste blok, dus ik heb hem kunnen zien. Denk, heel indrukwekkend. Niet alleen wat jij in het verleden gedaan hebt, zeg maar, voor de wereldvreemden, maar ook nog dat je ook stappen bent het verhaal te vertellen. En dus ook misschien voor jouw lotgenoten weer de ruimte geeft om ook hun verhaal te doen. Inspirerend denk ik voor ons allemaal. Dus dank je wel voor het mooie parel die je vanavond ons hebt laten zien. En ook voor jou nog een cheque erbij met een waardebon. Dank jullie wel. Zet hem door. En jij ook? Ja, nou, ik wil Sas en Yuri bedanken. Want zonder hen had ik dit nooit gedaan. Voor de meeste militairen, die hebben gewoon een normale baan in het burgerleven. En hebben ook gewoon stress. Dat is zoals elk mens, niet alleen de militairen. Maar die durven niet vooruit te komen dat ze dus last hebben van PTSS. En dat heeft zij voor mij dus gedaan om eruit te komen. Dus dank haar en Yuri dat ze deze film mogen maken. En natuurlijk dat ik nu beter ben om het te kunnen doen. Maar dank is aan haar en Yuri. Ja, top. Mag ik één vraag stellen? Hoe had jij hem gevonden? Ik werk in een heel piepklein cafeetje in de Westerstraat, Café Het Monumentje. En ik ben een blower en aan de overkant zit een koffieshop. Dus als ik klaar was met werken, ging ik bij hem even wiet halen. En zo raakten we aan de praat. En kwam ik op een gegeven moment tot de ontdekking dat hij veteraan was. En ik zei, hey, ik werk voor Veteranencafé. En is de vriendschap ontstaan. Ja. Via het sticky. Nou, Amsterdamse kan niet.